deze week in Po. Dit is een Inter 1468 V8. Po wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon, Huisman Gemert, Bouw in Vertrouwen en Bosch Beton, de sleufsilo-specialist. Het genot zit hem lichamelijk vrij diep. En je gaat net niet op stuurslot. Dit is de International 1468 van akkerbouwer Michael Schippers uit Kamperland. De trekker heeft 148 pk en wordt gebruikt voor trekkertrek. Wat dat betreft vind ik het gewoon een genot om ermee te rijden en ook om zeker met mooi weer. Het is gewoon machtig om op dat ding te zitten. Het is ook een beest ook. Ik kwam deze tegen. Ik heb in Canada anderhalf jaar gewerkt en ik zag deze staan en ik dacht, hey, als ik ooit zoiets tegenkom, dan wil ik hem hebben. Nou ja, hebben, kopen. Dus ik heb die gekocht een jaar of 18 geleden op Marktplaats stond die te koop. De motor was gereviseerd, de achteras was gereviseerd, behalve de rest. De blikken die zag er niet uit, het was één grote roestbak. Die heb ik een paar jaar aan bezig geweest om dat ding in elkaar te stoppen, weer netjes te maken, zodat het er nu bij staat. De motor is niet meer origineel, omdat in 1972 de crisis was in Amerika, is deze loopt nu op gelijk 8 cilinders en in de crisis deed ze op 4 cilinders starten en bleef ze op 4 cilinders lopen tot 1800 toeren. Daar ging pas de volgende 4 aan. Maar ja, die overleven niet, die draaien alles droog. Dus dit is eigenlijk een andere motor, dit is het enige wat er veranderd is. Het geluid alleen al. Alleen het geluid, dat vind ik gewoon V8. Mijn auto die sta je naast, dat is ook een V8. dus ik vind dat V8 geluid. Mijn vrachtwagen is V8. Ik vind dat geluid gewoon geweldig. Het is voor mij het genot van vrijheid eigenlijk. Ik vind dit een echte poortrekker. Dit is iets wat je zelden ziet en zelden tegenkomt. Dat dit gewoon, dit is mijn pool. Ja, een van de. Maar dit is de pool voor mij. Ja. Alleen voor de echte poolfans. Ga naar poorshop.nl.